Dag, dames en heren. In naam van de groep Spiraal en het Nino's Kamerorkest heet ik u van harte welkom op dit nieuwjaarsconcert. We wensen u allereerst een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. U hoorde zojuist een muzikale groet, dames en heren, een groet uit Grinzing, het mooie, veelbezochte wijndorp aan de rand van Wenen. Vast en zeker vanuit een der gezellige wijnschenkerijen, waar de Weense componisten elkaar graag ontmoeten. Robert Stolz kwam er ook graag. Wellicht vond ook hij hier de inspiratie voor veel van zijn geliefde Wienerlieder. Onze gasten van vandaag, de soprano lirico spinto Christian Lecuffier, koos alvast twee lieder van Stolz om hier vandaag voor u te zingen. Ze studeerde in 1979 af aan de Academie te Deinzen en kreeg hiervoor de regeringsmedaille en een grootste onderscheiding. Ze is tevens de concertpartner van Koen Krukke en Marco Bakker. In het voorjaar begint ze met de opnames voor het Land van de Glimlach, voor het festival aan het Donkmeer. Ze begint vanmiddag met Im Prater blühen wieder die Bäume, waarin de lente wordt bezongen, de geurende kastanjebomen in de Prater en de groen wordende hellingen van de wijnbergen die het Weense volkje naar buiten lokken. Daarop volgt Du sollst der Kaiser meine Seele sein, een evergreen uit Stolz' operette Der Favorit en meteen een ontroerende liefdesverklaring. Wenn du mich liebst, hast du zum Lohne in meinem Herzen deine Krone. Dames en heren, graag uw applaus en uw aandacht voor Christian Lecuffier en onze dirigent Theo van der Poorten. Oh,
Graag serveren wij u nu een orkestraal intermezzo. Johann Strauss en zijn broer Jozef ondertekenden samen de orkestpartituur van de Pizzicato Polka. Was het een broederlijke muzikale spielerij? Wie zal het zeggen? Het klinkt in elk geval pittig en elegant en hoort zeker bij een nieuwjaarsconcert. Pizzicato Polka. Paul Abraham werd in 1892 in Hongarije geboren, studeerde in Budapest en vestigde zich later in Berlijn. Hier componeerde hij zijn operettes en filmmuziek. Victoria und ihr Husar bezorgde hem wereldroem, want melodieën uit deze operette zijn stuk voor stuk de slagers uit de jaren 30 geworden. Misschien herinnert u zich wel Pardon Madame of Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Die Bloemen van Hawaii is een andere operette van Paul Abraham die hem zo mogelijk nog meer populariteit bezorgde dan dat hij na Victoria und ihr Husar al had. Ze werd in Duitsland meer dan eens verfilmd en in 1970 zelfs gemoderniseerd voor een tv-productie. De geschiedenis speelt zich af in Honolulu, waar prins Liliuotalo zijn verloofde de prinses Laia die schönste Blume van Hawaii noemt. Thank you.
volgende liedje is een drinkliedje. Het beroemde Chianti-lied van Winkler. Laten we het glas heffen op het nieuwe jaar. Op het leven. Herbeginnen met een schone lei. De verschrikkingen van het voorbije jaar wat proberen te vergeten. Hoog die glazen. Op het leven, op de liefde en op de vrede. Thank you.
Uit de operette Paganini van Franz Lehár volgt nu het lied Un Chardas, waarin de gloedvolle zigeunersfeer voelbaar wordt. Het eerste deel, de Lassen, klinkt langzaam en melancholisch. Het tweede, de Frisca, is een vlugge, meeslepende dans. Heurig, cymbaal klingen. Er was eens een jager. Hij zag in het woud een meisje. Of was het een bosnim? Hij huivert van verliefdheid. Ze lokt hem naar binnen, kust hem als geen ander, maar verdwijnt op het volgende ogenblik.
Hij blijft verlangend achter, smeekt: Vilja, o Vilja, laat mij toch jouw innige geliefde zijn. Dit is het verhaal in Hanna's Vilja-lied uit Die lustige witwe van Frans Lehár, gezongen door Christian Bocuffier, meteen een ontroerend eind van het eerste deel van dit concert. Oh!
Wel, dames en heren, dat was gewoon prachtig, mag ik zeggen. En vooraleer ik u rustig een kwartiertje pauze gun, wil ik u dit nog kwijt. U zal gemerkt hebben dat deze zaal toch wel een feestelijk tintje kreeg. En dat kon alleen dankzij de gewaardeerde hulp en medewerking van twee bloemenzaken, namelijk het Bloemenhuis, Huis Keimbeulen op de Burcht aan Meninoven en Bloemen- en Boomkwekerijen Erika uit Meerbeke.